keer in deze video. Vandaag wil ik het gaan hebben over hoe je je eigen weekmenu kan maken. Ik heb op mijn kanaal al een aantal keer een wekelijkse boodschappenvlog gemaakt. En ik dacht, misschien is het leuk om eens een stapje terug te doen te laten zien hoe ik tot mijn weekmenu kom. Misschien dat jullie hier ook wat aan hebben, want het is wel eenmaal bewezen dat als je een weekmenu maakt in plaats van dagelijks kijken wat je voor boodschappen in huis moet halen, dat je ook gezondere en betere keuzes maakt qua eten. Het eerste wat ik je aanraad om te doen is om te zorgen dat je een handvol recepten hebt die snel, die simpel zijn, die je gezin lekker vindt om te eten en met niet al te moeilijke producten. We hebben allemaal onze favoriete maaltijden, receptjes, dat soort dingetjes. Kijk ons een keer als je wel aan vernieuwing toe bent op Pinterest of in de magazines van de Jumbo of de Albert Heijn. Die hebben altijd van die boekjes iedere maand liggen waar de nieuwe receptjes staan die je kan uitproberen. Probeer op die manier ook een beetje een soort van kookboekje voor jezelf te maken, voor jouw gezin te maken. Zelf schrijf ik die gewoon op in zo'n boekje of draai ik ze uit en dat bewaar ik allemaal in een mapje. Dat als ik eens een nieuwe inspiratie nodig heb of ik denk ik weet echt niet wat ik deze week allemaal weer op het menu moet zetten, dan kan ik er even doorheen bladeren en kijken van oh, dit vinden we lekker. Want als je dit gaat vragen, als je bijvoorbeeld aan de kinderen vraagt of aan je partner vraagt van goh, wat heb je zin om deze week te eten, dan hoor je vaak. Dus dat werkt niet echt. Zo weet ik wel ongeveer wat de kinderen en mijn vriend lekker vinden om te eten. En wat ze vooral niet lekker vinden om te eten. Maar zo'n receptenboekje of nee, je zou er in een Excel-bestandje wat we nou kunnen doen. Waar gewoon een aantal recepten in staan waar je gewoon makkelijk uit kan kiezen als je het even niet meer weet. Is echt wel een hele goede startplek. Het tweede wat ik doe is ik pak een A4 gelineerd collegeblok. Ik gebruik mijn collegeblok echt voor alles. En ik schrijf aan de ene kant, ik heb het hier zelfs nog staan, mijn week uit. Maandag tot en met zondag. En daarachter dubbele punt. En dan aan de andere kant van de bladzijde schrijf ik dan mijn boodschappen. Die staan nu niet hier. Want die bladzijde heb ik al uitgeschreven. Die bladzijde neem ik mee naar de supermarkt. Als ik de dagen van de week heb opgeschreven, ga ik eventjes door mijn voorraadkast heen. Je hoeft niet gelijk heel die voorraadkast op te ruimen of na te kijken wat er allemaal precies in zat. Maar gewoon dat ik denk van, oh wacht, ik heb nog macaroni mix, dat kan ik een keertje doen. Ik heb nog een overschotel mix, dat kan ik een keertje doen. Ik heb nog dit of dat en dat. Vaak zijn het van die kant-en-klare zakjes of wat dan ook, waarmee je helemaal niet in elkaar kan flansen als je een aantal ingrediënten toevoegt. Soms niet. Ik heb ook op mijn telefoon een notitieboekje staan waarin ik bepaalde dingen die ik in de vriezer stop heb opgeschreven. Zoals bijvoorbeeld als ik een keer heel veel spaghetti saus over heb, dan doe ik dat in de vriezer. En dan kan ik het opschrijven. Nee, ik heb dan spaghetti saus, dus we kunnen een keertje spaghetti eten op een makkelijke dag. Want dat is de derde stap. Op het moment dat ik weet wat ik een beetje nog in de voorraad heb, wat er nog beschikbaar is in mijn huis, en de dagen van de week in overzicht heb, ga ik bekijken welke dagen ga ik wat makkelijkst eten. Dus bijvoorbeeld als de kinderen zwemles hebben of als we 's middags nog een feestje of een partijtje hebben en we zijn pas laat thuis of we moeten 's avonds laat nog werken of puppycursus of dat soort dingen, dan wil ik snel iets op tafel kunnen zetten en dat moet niet altijd poffertjes of friet zijn. Dus dan kijk ik alvast, oké, welke dagen is heel simpel, kan ik iets simpelers eten en dat vul ik dan alvast in. Hierbij houden we ook een beetje rekening mee, zijn we met z'n tweeën, hebben we alleen mijn kinderen, zijn we met het hele gezin compleet, dat we gewoon 4 kinderen en 2 volwassenen hebben. Zo ga ik het een klein beetje bedenken van wat is dan handig om te doen, wil ik een snelle maaltijd, wil ik een simpele maaltijd. En ik probeer er ook altijd een klein beetje mee te passen en meten, dat we een keertje Italiaans eten, een keertje Aziatisch, dus een beetje, ja ik noem dat heel simpel, een keertje pasta, een keertje rijst. En een keertje aardappels. Dat was een beetje. En een keertje vis. Dat is eigenlijk maar ja, aardappels en vis. Of aardappels en. Of vis en aardappels en vis en rijst. Dat kan allemaal. Als ik dat opgeschreven heb, dan ga ik gewoon iedere keer als ik een minuutje of een maaltijd bedenk, avondeten bedenk, schrijf ik aan de andere kant gelijk de boodschappen die ik daarvoor nodig heb. Daarbij rekening houden met wat er in mijn voorraadkast zit. En als ik mijn avondmaaltijden allemaal heb bedacht, dan pas ga ik bedenken wat heb ik overdag nodig. Dus brood haal ik altijd bij de bakkers, dat hoef ik dan niet op te schrijven. Maar bijvoorbeeld wel als we kaas nog nodig hebben, als we vuilniszakken nodig hebben. Misschien beleg, hebben we nog bakboter, hebben we nog smeerbare boter. Moeten er nog pakjes drinken komen, is er nog voldoende frisdrank in huis. Dan ga ik dat soort dingetjes allemaal een beetje nalopen. En dat is eigenlijk vaak het kleinste gedeelte van mijn lijst, omdat ik dat niet heel erg uitgebreid hoef op te schrijven. Ik hoef alleen bijvoorbeeld schoolsnacks op te schrijven of drinken op te schrijven of beleg. En dan weet ik eigenlijk van, pak gewoon een paar dingetjes en dan zien we hoe ver we komen. En vaak kom je er tot ruim de week daarna. En zo creëer ik dan mijn boodschappenlijst. Nou zou het prima kunnen dat ik dan vervolgens in de winkel kom. En ik had bedacht dat we zalm met broccoli en krieltjes gingen eten. En ik kom in de supermarkt en de sperziebonen zijn in de aanbieding. En de broccoli is dat niet. Dat ik dan de sperziebonen en de broccoli omwissel. Misschien een extra soort van bonus tip die ik hierbij heb is, als je naar de winkel gaat
En er is een aanbieding voor vlees. Sla altijd in. De Jumbo heeft pas zo'n deal gehad. Misschien is het een maandeal als ze het nu nog steeds hebben. Waarbij je 3 pakken vlees mag uitzoeken. Ik heb dan gelijk ook nog 2 extra pakken. Omdat ik die niet voor die week nodig heb. Maar die gooi ik gewoon in mijn vriezer. En dan kan ik 2 weken erop denken van hé, die heb ik nog liggen. Dus dan kan ik dan een leuk maaltijdje opmaken. Dat is eigenlijk ook gewoon gelijk hoe ik mijn weekmenu maak. Ik schrijf het uit. Ik maak een boodschappenlijstje. En daarmee ga ik naar de winkel. En het kan hier en daar nog een beetje aangepast worden. Maar over het algemeen. Dus ik blijf behoorlijk bij het lijstje. En ik merk dat ik daardoor gezondere keuzes maak. Want als het niet op het lijstje staat. En het is niet gezond. Hoeft het niet mee. Ik hoop dat jullie dat aan deze video hadden. Geef het een duimpje omhoog als jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor de volgende boodschappenshoplog. / eetdagboek / workout. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg!